De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben de finish al gehaald. De Britse Simon Brownlee kwam rond 9:30 vanochtend al over de streep. Het was dus geen Nederlander die als eerste finishte, maar dat lag in ieder geval niet aan de inzet. Hoe ging het? Uitstekend. Nee, het is heel vermoeiend. Maar ik wilde gewoon een goede tijd lopen. En dan laat je je opjagen door twee mensen die nog sneller kunnen. En dan denk je van, ach, hoe snel kan het gaan? Maar het is eigenlijk te gek. Au. 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 Maar heeft u een beetje last? Ja, ik ben nu al stijf, ja. Dus dit interview moet niet langer dan 3 kwartier duren. Want dan, ga je maar even kijken. Ja, ik heb nu al stijve benen. Die zijn wel een beetje volgelopen. Die hele wandeling maakt ons niks uit, hoor. Het is leuk, maar het gaat om het moment dat je over die finish komt. Dat is belangrijk. We gaan zo met elkaar lekker een biertje drinken. We gaan nou met elkaar zitten. Dankjewel, Rick. Oh, kijk eens aan. Hij komt er al aan. Hij is er al. Ja, hij is er al. Geniet ervan. Dankjewel, Prest.